stond vanmorgen een bericht in de krant over een meisje dat naakt was vastgebonden aan een boom. Misschien had ik dat bericht moeten uitknippen. Kan men krantenknipsels gelijk chromo's verzamelen en inplakken? Ja, waarom niet? Dichter bij huis begon ik mij mijn vrouw duidelijker voor te stellen. Zij was zeer energiek, mijn vrouw. Zij zei hoe iets was en nooit zou zij daaraan getwijfeld hebben. Sneeuw van haar hoekje dwarrelde voor mijn ogen. Ik heb de wilde anemoon der bossen. Ik heb de witte akeleiderberg. Ik heb hem dubbel. Ruim? Ik verzamel alleen witte bloemen. Het meisje keek op mij neer, terwijl ik onderaan stond en naar boven stapte. Weer zag ik tussen de benen die smetteloze broek, gelijk een sneeuwveld, gelijk een heldere maannacht. Wij keken beiden om dat opstapel nooit ging komen, dat zij ging sterven met dat levende ding binnen in haar. En toen scheurde zij en uit die wond en dat bloed kwam. Het. Met de verwarring om het kind was het meisje niet in huis geweest. Maar nu alles achter de rug was, kwam zij binnen. De geur snuivend die het kind in huis had gebracht. Mag ik het kind zien? Haar aandacht ging langs mij heen. Zij verlangde alleen het kind te zien. Maar menselijk vreed zijn. Hop! Dus dat is het wat hij erin ziet? Dat het al te menselijk vreed is. Ik zou dingen uitknippen die mij vreed doen lachen. Geen stoppen aan een wildstromend water. Dat breekt door dammen. Dat maakt alles week en weker nog tot het. Blik vertelt hem over dat wat in mij en zij weet van het hoe en waar. Haar blik vertelt hem over dat wat in mij en hij laat los.